Je kan je rol onderscheiden in een, in een paar hele belangrijke dingen. Het eerste is, het is heel anders dan bij Philips. Dan draai je dus fabrieken, je maakt apparaten... En, hè, en die moeten dan verkocht worden enzovoort. Bij Shell is het grote probleem... dat een gemiddelde olieveld of gasveld is na zeven of acht jaar leeg. Het is dus niet zoals Groningen en ja. Nederland. Maar heel veel van die velden zijn snel op. Dus je moet alsmaar onderhandelen... Om weer nieuwe mogelijkheden te krijgen. Dus in tegenstelling tot een Philips-CEO, een Shell-CEO zit veel meer zelf in onderhandelingen. Mm -hmm. Want een staatshoofd in, in het Midden-Oosten of in een ander land of in China. Daar gaan de finale besprekingen gaan ze niet doen met een nummer 6, dan willen ze ja. gewoon de baas zien. Het was de week waarin Geoffrey Hinton, de godfather of AI, Google verlaat met een waarschuwing voor het gevaar van kunstmatige intelligentie. Beleggers AriDas aanklagen vanwege dumpen van rapper en ontwerper Kanye West. Marco Rapino, de topman van Live Nation, afgelopen jaar 139 miljoen verdiende. Terwijl de ticketprijzen veel kritiek kregen en we van oud shell topman Jeroen van der Veer een lesje leiderschap krijgen. Dit en nog veel meer in aflevering nummer 18 van Doorzetters. Want opgeven is geen optie. Deze podcast wordt je aangeboden door Bondex, de oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Doorzetters, waarin we elke week praten over hoe mensen uitdagingen overwinnen en over alles wat ons als ondernemers bezighoudt. Straks, gek of geniaal, de ondernemer van de week, de blunder van de week, de deal van de week. Maar eerst praten wij vandaag met voormalig Shell-CEO Jeroen van der Veer. Jeroen, van harte welkom. We kennen elkaar, we mogen elkaar tutoyeren. Uh, maar eerst altijd eerst even de actualiteit. Richard Bros, vriend, hoe was jouw week? Nou ja, een hele goede week. En omdat jij Jeroen kent, mag ik ook Jeroen zeggen. Dus ja. het zit gewoon allemaal mee. Ja. En ik kom er steeds meer achter dat ik een man van seizoenen ben. Ja. En uh, dus kijk, het heeft natuurlijk non-stop geregend in Nederland. En ik was wel even weg en er scheen een beetje de zon. Maar als ik nu zo door Amsterdam loop en ik voel dat en ervaar dat, dan word ik daar toch vrolijk van. En als het altijd lekker weer is, heb je dat een stuk minder. Ja. Ja. Dus ik ben blij soms met die regen, want dan kan je hier veel meer van genieten. Ja. Het, uh, het is vandaag, als we dit uh, programma opnemen, 3 mei. 3 mei, ja. Uh, woensdag 3 mei. Uh... En ik ga 5 mei, dat is toch even leuk, want ja. de week is nog niet voorbij. Ga ik met mijn eigen gezin naar Goldband. Goldband kijk, ik woon in Wageningen. Ja. Althans, binnenkomvlak bij Wageningen. En dat is bevrijdingsfestival. Dat is natuurlijk heel groot, staar altijd. En dat is een hele fijne line-up. En we hebben Goldband. En je weet dat ik, volgens mij, al een jaar geleden tegen jou zei Twee jaar geleden. Dat is natuurlijk de band om in de gaten te houden. Nou, inmiddels is dat bekend. Dus wij staan front row met mijn hele gezin daar mee te zingen. Nou, dat is leuk. En hoe was jouw week, Ruud? Ja, die was wel bijzonder. Ik ben naar Ajax PSV geweest in het Feyenoordstadion afgelopen zondag. En daar zag je de eerste minuut helemaal niets door de enorme hoeveelheid vuurwerk... die He, tegen alle afspraken in uh, mee naar binnen worden gesmokkeld. Hoe is mogelijk? Weet je, ik kwam binnen. Ik, ik voelde me bijna een soort uh, halve crimineel. Zo werd ik gefouilleerd. Ja. Maar als je schijnbaar onderdeel uitmaakt van de F-site. Dan, dan mag je alles meenemen. Want die, die durven ze niet te fouilleren. Ja. Maar het is wel gênant. De, wat er op het veld gebeurde was gênant. Wat er vervolgens in het stadion gebeurde. hoe dat werd afgebroken was ook gênant. En wij zaten nogal hoog op de tribune. En ik vond het. Uh, eigenlijk opmerkelijk hoe oud dat stadion is. Hè? Dat is natuurlijk al, al jarenlang een issue in Rotterdam. Zeker. Maar als je dus helemaal bovenin zit, je wil naar het toilet, dan moet je dus helemaal naar beneden, lopend, ja. want er zijn geen roltrappen. Dus jouw wordt niet vaak. En dan vaak weer om nou, dus Je ja, hebt eigenlijk de helft van de wedstrijd nee, niet gezien. Nee, 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 ik ben heel slim geweest. Ik kwam voorbereid. Ik heb gewoon heel weinig gedronken. Oh, dus, er zijn okay. nog een verlenging in ook, maar ja. dit er Nou, Jeroen kwam trouwens binnen, want dat moeten we toch even vermelden, want de sjaal is inmiddels af, maar uh, dat was een sparta sjaal ja. ja. Ik ga aanstaande zaterdag naar Sparta Psv. Ja. En dan denk ik dat Sparta een betere job doet dan, dan Ajax. Ik mag het hopen ja. als Ajax en mag ik dat hopen. <laughs> nou, ik ben een heel groot fan trouwens, even los van, van ja. jou, of u moet ik zeggen, maar ook van uh, Jules Deelder. helaas ja, ja. niet meer. Dus ik neem aan dat je daar ja. vaak mee samen ja. hebt gestaan. Ja. En, uh... Er staat altijd, dat vind ik eigenlijk heel drukwekkende staat in het kasteel. Dus ja. dat is dat kleine stadion van Sparta. Ja. Maar er staat een hele grote banner. En er staat het Kasteel lijkt verdacht veel op de hemelpoort, ja, <laughs> en dat is een uitspraak voor zeker van, van hem. Ja, ja. ja, Jeroen, hoe was jouw week? Ja, we zijn pas op de helft, ja, maar ja. nou, goed, laten we zeggen <laughs> sinds afgelopen donderdag. Ja, nou, ik was, ik was het weekend e heel kort even in Frankrijk om privé redenen en uh, dan kom je dus terug en dan moet je zo'n berg e-mails uh, inhalen. Uh, dat is eigenlijk, en dan heb je allemaal kleine telefoongesprekjes en Teams ja. en Zoom. Dat het, ah, en dan, mensen klagen er wel over, maar ik vind het fantastisch. Ja, en, toch? Ja, je haalt er een enorme productiviteit uit. Ja. En prima. En verder, ja, jullie zeiden ik geniet wel van het mooie weer, maar het mooie weer lijkt wel een beetje op de wereld nu. Hè? Het ziet er wel misschien wel redelijk uit, maar ondertussen is er een hele gure wind als ja, je hier buiten komt. Ja, dat is waar ja. Ja. Ja, We gaan het ook over de macro-economische situatie hebben met jou. Uh, jij was uh, tot en met 2013 actief bij Shell in allerlei functies, de laatste als president-directeur. Sinds in 2009 werd jij president-commissaris bij Philips uh, gedurende tien jaar. Je was tot april 2018 ook nog voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de ING-groep. Ben je nog steeds voorzitter van de RFC van Boskades? Ja, dat ja. doe ik nog steeds. Ja. En dan heb je, daarnaast heb je ticht van nevenfuncties. En omdat je uh, dan nog toch tijd overschijnt te hebben, heb je ook nog een boek geschreven van A naar B over lessen in leiderschap. Een drukbezet man. Jeroen, wat was het moeilijkste moment in jouw leven? Ik denk als je zakelijk kijkt, is dat toch de periode dat ik uh, tweede, eind 2003, begin 2004, dus is nu bijna twintig jaar geleden, toen uh, werd ik CEO. Maar wat daar een vooraf ging, was Shell eigenlijk vrij plotseling en onverwacht in een, uh, in een soort ja de persdienst mocht je nooit zeggen een soort crisis terechtgekomen, maar dat was het wel. Ja. ja dat is een lang verhaal kort. We hadden de uh, de reserves, en met olie en gas tel je iets als reserve... wat nog in de grond zit, wat je nog moet produceren... hadden we de boekhouding niet juist van gedaan... volgens de richtlijnen van de Amerikanen. En dat, uh, nou, dat, als je dat niet juist deed... dan moet je daar nou op een gegeven moment mee naar buiten komen. En dat was natuurlijk uitermate pijnlijk... want dat ging dus echt om, om, om grote bedragen. En binnen een hele korte tijd, waar je de helft van de directie kwijt... En in een, eigenlijk na een lange crisisnacht moest ik overnemen. Nou, er staat dus. Je was natuurlijk voorpagina nieuws over de hele wereld. Niet één dag, maar dagenlang achter elkaar. Beurskoers ging omlaag. Nou, dan kan je bezorgd worden over dan, hè, of je, je concurrenten iets gaan doen. Maar je moet ook naar allerlei staatshoofden natuurlijk gaan uitleggen van. Hun eerste vraag: zijn mijn reserves in mijn land? Ja, want hebben Shell jullie dat is een, al voorgesteld. Shell ja. is eigenlijk, en zeker in die jaren, too big, too veel. Hè? Zoveel pensioenfondsen zitten daar ja. als beleggers en dergelijke in. Je hebt natuurlijk relaties met allerlei staatshoofden en dergelijke. Ik kan me dat punt nog heel goed herinneren, hoor, trouwens. Ja. Even die boekhoudkundige fout. Ja, ja. ja. en uh, kan je dan zeggen, er heerste paniek? Het was niet. Er was ja, misschien bij sommige. Ik denk dat de paniek niet het beste woord was. Er was natuurlijk een urgentie om eruit te komen. Want als je het niet gestopt kreeg, ja, dan, dan, dan weet je niet hoe het afloopt. Maar er was ook een... Uh, dat is geen paniek, maar je had die enorme onzekerheid... op het moment dat je de dus reserves ging afboeken... hoe zouden de verschillende landen waar Shell de dus schoten was... Want het gaat over reserves die in dat land in de grond zaten. Hoe zouden daar de regeringsleiders of degenen die de macht hadden... hoe zouden die daarop reageren? Zou je die begrip hebben voor Shell? En, die, en dus, hè, van, dat kan iedereen gebeuren. Of zouden ze zeggen, nou ja, het is wel fijn... u werkt al 40 jaar in ons land, maar dit accepteren we niet. Dus je had ontstellend veel onzekerheid. En hoeveel miljard moesten jullie afschrijven? De... Het geldelijke vermogen wat wij moesten afschrijven was nog niet eens zoveel. Maar we van onze reserves. Dus waarom is dat? Reserves in de grond staan niet tegen hele grote bedragen op de balans. Maar van de reserves die wij nog verwachten te produceren. Hmm. hebben we toen in een aantal stappen hebben we ongeveer 20% afgeschreven. Dat hmm. is ongeveer 1 vijfde. En als je dat dus deelt, dat is een heel technisch verhaal. Maar je produceert een bepaalde hoeveelheid per jaar. En we hadden dus nog iets van negen jaar eh, reserves. Je vindt er natuurlijk nog bij. Maar als je deelt van hoeveel zit er nog in de grond ten opzichte van je productie. Dan hadden we nog negen jaar te gaan. En dat werd opeens zeven jaar. Mm. En dan denkt de hele financiële wereld. Dat is wel krap. Dat is zeven jaar niet heel veel. Dus dan moeten ze wel heel snel weer nieuwe vinden. Want anders kunnen ze straks niet meer de hoeveelheid produceren. Mm. Hoe heb je het opgelost? Nou, er was... Je hebt, een aantal, je hebt dus de externe wereld van degenen die de reserves hebben. Dan heb je natuurlijk de analisten, die willen dan opeens weten: is dit het? dan de afboeking? Is dit dan de laatste afboeking, meneer? Weet je wel. En dan moet je dan bij zeggen: Nou ja, we zijn het allemaal aan het onderzoeken en dat. En je weet ook dat die onderzoekingen tijd kosten. Dus daar moet je ook tijd winnen. Maar er was ook een enorme het personeel binnen het bedrijf. Dat was toen ongeveer 100.000 mensen. Daar werken er van 30.000 in de upstream. Dus dat zijn de mensen die moesten olie boeren en doen. Maar 70% van de mensen die werken in raffinaderijen of benzinestations of in de chemie. Shell doet allerlei activiteiten. En die waren eigenlijk heel boos op die upstream mensen. Ja. Want die zeggen, ja, verdorie, door jullie hè, ja. zijn wij in de moeilijkheden gekomen. Dus je had ook intern een groot probleem om de vrede in het huis te handhaven. Was het een nou, lus... fout uiteindelijk of niet? het Of is dat te technisch? Or... Ik denk dat je, als je het heel kort zegt... de boekhouding van de reserves... waar hmm. hadden we gedaan volgens eigen interne Shell-regels... Hmm. en die zijn anders dan de regels van de Amerikanen. Dat heet de SEC, dat nou, ja. is van de beurs daar. Uh, maar die regels van Shell waren helemaal niet fout. Maar die, die hadden dus eigenlijk veel meer statistische methodes... En dat was dus extra moeilijk. Het mm. betekent niet dat we moesten afboeken dat het er ook niet was. Maar Baan Software heeft zo'nzelfde fout een keer gemaakt met haar software. Hè? Ja. Dus die werd verkocht aan bedrijven. Alleen ze werden niet doorverkocht aan eindklanten. Dus er waren geen gebruikers aangekoppeld. Ja waardoor baan uiteindelijk een soort ja, van... Dus je komt toch in moeilijkheden. Ja. Overigens, heel veel van die reserves die we moeten afboeken... die zijn later ook teruggekomen. Mm. Maar dan schiet je op dat moment niks, niks weer op. op. Ja, ja. Jij moest het uh, zomaar overnemen. Was je er klaar voor? Had je verwacht ja, dat je gevraagd zou worden? Dat is een hele goede antwoord. vraag. Als de, ik zat al heel lang bij het bedrijf. Mm -hmm. uh, ik had veel hoeken van het bedrijf gezien. Ik had voornamelijk iets meer aan de downstream... maar ik had ook in mijn portefeuille in Nigeria gehad... Mm -hmm. Dus je, was, je wist er eigenlijk heel veel van. Als je, uh, als je achteraf kijkt, was je in feite heel goed opgeleid om die CEO-functie te gaan doen. Mm -hmm. ja, omdat je zoveel verschillende dingen had gedaan. En ik had nogal eens wat problemen moeten oplossen voor Shell. Mm -hmm. Dus er uh, was. Dus dus echt zware reorganisaties moeten doen en dat soort zaken. En die ervaring kwam natuurlijk ja. erg goed van pas. Wat heb je nou te vertellen als je CEO bent van zo'n grote onderneming? Ben je dan vooral uh, de, de vlag op het schip? Uh, vertegenwoordiger naar staatshoofden en dergelijke? Of moet je af en toe daadwerkelijk een knoop voor een investering van vele miljarden alleen doorhakken? De, ik denk dat je je kan je rol onderscheiden in een in een paar hele belangrijke dingen. Het eerste is... het is heel anders dan bij Philips. Dan draai je dus fabrieken, je maakt apparaten... En, hè, en die moeten dan verkocht worden enzovoort. Bij Shell is het grote probleem... dat een gemiddelde olieveld of gasveld is na zeven of acht jaar leeg. Het is dus niet zoals Groningen en ja. Nederland. Maar heel veel van die velden zijn snel op. Dus je moet alsmaar onderhandelen... om weer nieuwe mogelijkheden te krijgen... Dus in tegenstelling tot een Philips-CEO, een Shell-CEO zit veel meer zelf in onderhandelingen. Mm -hmm. Want een staatshoofd in, in het Midden-Oosten of in een ander land of in China, daar is, gaan de finale besprekingen, gaan ze niet doen met een nummer zes, dan willen ze ja. gewoon de baas zien. Maar maar jij, hebt, je continu... Dus je bent eigenlijk een chef-onderhandelaar. Ja, dat is een belangrijke rol. En dat komt eigenlijk bij andere industrieën veel minder ja. voor. Maar dus kunnen ze die dan ook geven aan BP of Exxon? Of ja, ja, Want dat is eigenlijk. Ja, je bent ja, maar, altijd een competitie. Ja, in competitie met, met de grote. Ja. Maar je dus, bent dus eigenlijk een heel ander soort. Een, een ander soortig CEO dan bijvoorbeeld de CEO van een bank. Ja, totaal. Ja. Dus die. Nou, een CEO van een bank kon er ook nog wel eens aan te pas komen. als ze een groot bedrijf ja. moeten redden. Dat maar is jij... dan hun rol. Maar even terug naar Shell. Je bent een chef-onderhandelaar. Dan moet je. Je bent ook het gezicht van het bedrijf. En omdat je in heel, je zit, hè, zeg even, honderd landen, hm. eh, moet je eigenlijk in heel veel culturen je bedrijf ook goed kunnen presenteren. En daarbij is het natuurlijk niet zo dat je in een Nederlandse presentatie, worden andere eisen gesteld dan een presentatie in Japan ja. of in Texas, Noord-Amerika. Dus je moet ook wel goed invoelend vermogen hebben hoe verschillende culturen op jou. Uh, Mededelingen of op jouw presentaties kunnen uh, ja. mm. reageren. En dan het laatste is: die, je investeert waanzinnig veel. In onze tijd investeerden we zo'n 25 of soms 30 miljard dollar per mm. jaar, mm -hmm. ieder jaar weer. Daar moeten dus allemaal beslissingen worden genomen. En de, dat beslissingen, dat doe je niet in je eentje. Je probeert consensus, dus overeenstemming te krijgen. In je hele boord en met je collega's binnen de mogelijkheden die wij hebben is dit de beste mogelijkheid en dan nemen we die beslissing. Hoe vaak bent u gevraagd om minister buitenlandse zaken te worden van kabinetten? Uh, nul. Echt waar? Daar kan ik me niks <laughs> meer voorstellen. Ja. Nee. nee. Is er maar nooit iemand? Nee. Wat nee. Stem... Mag ik... ik? weet eigenlijk niet of dat mag vragen, maar ik doe het toch. Wat stemt u? Wat, 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 welke? Daar heb ik daar heb ik nooit mededeling over okay. gedaan. Maar okay. dat vind ik, dat vind ik ook niet verstandig, want ik vind ook dat een CEO van een groot bedrijf. Je mag natuurlijk wel uit je kennis zaken aangeven ja. aan de politiek. Maar ik probeer. Ja, je moet of de regering nou rechts is of links of midden ja. of anders. Je moet ook proberen als een bedrijf. met alle soorten regeringen te kunnen samenwerken. Maar alles wat u net omschrijft is toch gewoon ook, laten we zeggen. wat een, een, een kabinet nodig heeft. Even zeker hè, als je globaal wil meespelen. Met alle uh, kennis. En Ervaring is dat toch iets wat, wat, wat ja. zeer bruikbaar zou zijn? Ja, je hebt. Ik heb bijvoorbeeld wel de vlak na mijn pensioen. Uh, moesten was er een update nodig voor de NATO-strategie of de NAVO-strategie in het Nederlands. Daar werd de chair Madeleine Albright van en ik werd tot mijn eigen voormalig minister van Buitenlandse Zaken ja. Van, ja, de van de, van de Amerika. Ja. En uh, ik werd tot mijn eigen stomme verbazing werd ik de co-chair. Ja, en er waren verder iets van tien mensen in die groep, en al die andere mensen waren bijna allemaal minister van buitenlandse zaken, ja, nee, maar Ook belangrijk ambassadeur ik. geweest. Ja. Uh, ik voelde me daar best thuis. Ja, ja. Jeroen, ja. jij ja. hebt Poetin wel eens ontmoet, naar ik aanleggen. Ja, vrij vaak zelfs. Ja? Ja. hoe is dat om zo'n man voor de eerste hand te schudden? Ja, nou, hij was toen net uh, staatshoofd geworden in Rusland, en ja, dat klinkt al onbescheiden, maar ik heb heel veel staatshoofden ontmoet. Ja. Dus dat is ja, één de, van de vele. Ja, maar ja. als je dan zo'n man ontmoet. Nou, op dat moment uh, was, was de oorlog in de Oekraïne nog heel ver weg. Ja. Maar je hebt waarschijnlijk vaker dictatoren, dictators ontmoet. Hm. Ja, die moet je dan wel een hand geven. En er zullen ongetwijfeld ook mensen tussen hebben gezeten. die altijd een en ander op hun kerfstok hadden op dat moment. Ja, maar de kunst is voor een bedrijf: eh, als je een. Als je een als een Shell-bedrijf of een ander bedrijf, als je operaties in een ander land hebt, dan wil jij dat die operaties van jou, ook als dat joint ventures zijn met lokale mensen daar, dat die volgens de businessprincipes van ons bedrijf worden gerund. Mm -hmm. Dus als je dat heel eenvoudig decodeert, geen corruptie. En als er iets gebeurt, hard, hard optreden, mm -hmm. betrokken functionarissen eruit enzovoort. Dus. Uh, dus het gaat erom dat je je eigen bedrijf zo goed mogelijk... en volgens die businessprincipe kan runnen. Het is niet de doelstelling van Shell om de Russische verhoudingen nee, nee, te veranderen. Dat maar, maar, maar dat ik... zit natuurlijk iets anders dan een minister van buitenlandse zaken. Ja, maar dus ik vraag me is verschillend. Af. Nu eventjes niet Jeroen van der Veer als CEO van Shell... maar gewoon Jeroen van der Veer, een, een, een man van integriteit uh, met een geweten... Die, dan ontmoet je dus mensen die gewoon gewetenloos zijn. En die moet je de hand schudden. Het laat, lijkt me toch best privé, best moeilijk. Ja, je schudt ze dan de hand. Maar in het gesprek kan je dat. Wat was niet Rusland, het was een ander land, kan ik een voorbeeld geven. Wat bekend stond als hè, dat daar veel corruptie, maar ook regeringskringen voor kwam. Dan kan je dus uitzeggen dat het dan voor Shell misschien heel moeilijk is om dat land te opereren. En dan krijg je natuurlijk altijd een bepaald antwoord dat het wel meevalt en dit en dat en dat. En dan zeg je ja, maar als later blijkt dat er mensen uit de top van de regering toch betrokken zijn met corruptie. dan kan je dus vragen aan zo'n regeringsleider. hoe denkt u dat dat afstraalt hè, op uw eigen geschiedenis? Hè? Your legacy met ja. dat in de prachtige Engels. En dan. Dat, 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 dat heeft vaak toch een grote impact, dat soort opmerkingen. En dan. In feite buig je het gesprek om dat je zegt... ja, maar als u dus Shell heeft opereren... volgens onze businessprincipe in uw land... straalt dat dus gunstig af dat u dus voortgang maakt... om de corruptie in uw land aan te pakken. Hmm. Dan wil ik wil toch nog even terug naar, naar Poetin, want jij kent hem dus goed. Ja, uh... Goed, je hebt elkaar vaak ontmoet. Ja, je hebt elkaar ja. vaak ontmoet. Was je verbaasd toen, toen de aanval op Oek 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 Oekraïne kwam? Ja, dat is een stuk later. Kijk, Poetin nam over naar een turbulente tien jaar in Rusland... De mensen waren straatarm. De gepensioneerden die hadden echt, en die kregen maandags niet genoeg geld om zelfs te eten. Het was dus echt voor het Russische volk een verschrikkelijke situatie. En toen is Poetin eigenlijk de eerste leider die daar in korte tijd ook een beetje geholpen, de olieinkomsten en grondstoffenopbrengsten, om daar echt iets voor de mensen te doen. Dus in het begin van de jaren 2000 waren heel veel mensen. Uh, ook omdat Poetin zich al vrij snel als een behoorlijk krachtig leider ontwikkelde... die hielp wel degelijk het Russische volk om belangrijke stappen uit te maken... die gewoon uit armoede kwamen. En als ik dus terugkijk, dan denk ik, maar dan ben ik niet de enige... dat de eerste tien jaar van het Poetin-regime, dus ongeveer tot 2010... dat hij eigenlijk veel heeft bereikt... Hij benadrukte toen ook altijd dat hij het belangrijk vond dat heette dan FDI. Dat was Foreign Direct Investment. Hij kon geen speech houden zonder dat woord te noemen. Dus dat buitenlandse bedrijven, niet-Russische bedrijven in Rusland zouden investeren. Wat toen ook de hele motor op gang kwam. En er gingen dus eigenlijk heel veel bedrijven naartoe. Maar omstreeks 2010, kan je niet precies zeggen, is er iets gebeurd met het karakter, ging hij opeens alleen maar samenwerken met. Uh, zijn vertrouwelingen, mensen als Lavrov, die zitten er nog steeds... Patrushev, de National Security Advisor, die zat er in 2010 ook al. En hij werkt dus eigenlijk sindsdien een hele kleine kring... en is zich veel strakker gaan opzetten ten opzichte van het Westen... en eisen waar, waar hij dus het Westen wel in mocht investeren. Hij is eigenlijk paranoïde, Nou, het is heel goed... Ik weet niet hoe je... Ik ben geen groot psycholoog. Het is extreem goed beschreven in het boek van Catherine Belton, Putin's People... Een enorme bestseller. Je kan het nu nog steeds. Ja. Het is nou ook in het Nederlands vertaald, geloof ik. Poetins mensen. En wat ik het verrassende vond, ik heb veel boeken over Rusland gelezen. Ik ben er heel veel geweest. Ik heb ook die eerste tien jaar ook heel veel onderhandelingen in Rusland gedaan. We hebben daar fabrieken gebouwd enzovoort. Maar toen ik dat boek las, is het ook over die eerste periode, maar zeker over de periode daarna. Viel ik in de ene verbazing naar de andere. Ik vond het dus een heel bijzonder boek. En ik denk dat het boek behoorlijk juist is. En bent u dan angstig ook? Even, de, 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 kan het zo ver gaan? Want ik las een boek een jaar geleden of zo. En dat was redelijk actueel. Daar was COVID nog onderdeel van. En het was geromantiseerd geschreven. Maar het ging over de Amerikaanse president. Was het op dat moment een vrouw. En die moest dan onderhandelen. En even nou, lang verhaal kort. Het, het boek is 650 pagina's. En de laatste pagina is uh, dat zij opdracht geeft voor een, een nucleaire uh, attack. En dat werd zo opgewaard. Ze had dan een dochter en die dochter die vraagt op een gegeven moment: Mama, even, als jij eh, als president van Amerika, als jij nou de opdracht krijgt om uh, dat te doen, uh, wat doe je dan? En toen zei ze tegen haar dochter, ja, weet je, kijk, als ik dat niet zou kunnen doen als president van Amerika, ja, dan zit ik op de verkeerde plek. En de, je hoopt, als je dat boek leest, dat het natuurlijk niet gaat gebeuren. Nou, de uitkomst was, het ging gebeuren. Maar ik, ik vraag me dan altijd af, hè? want kijk, u bent een, een, een globalist, hè? dus even, de wereld is het speelveld en al die landen en continenten geweest. Maar ook ja, wel snappend waar de macht vandaan komt. Toch even, daar dat hoeven we geen uh, kiekeboe over te spelen. Maar als de macht zo ligt bij een aantal individuen die daadwerkelijk iets kunnen ja, uh, aanzetten, ben u dan bang? Nou, ja, ik denk bang een slechte raadgever is. Ja. Dus die, uh, in Bachel leer je eigenlijk nadenken in scenario's. Hè? Dus een scenario is geen voorspelling, maar je, je zegt, nou ja, het is logisch dat de wereld kan zo ontwikkelen. Ja. Maar het is ook logisch dat de wereld zich anders ontwikkelt. Ja. En dan probeer je eigenlijk voor beide situaties voorbereid te zijn. En dan denk je, dan hoop je dat door eigenlijk door twee hele verschillende situaties voorbereid te zijn. Ook als er iets anders is gebeurd, dat het ook werkt. Je hebt altijd een plan B. Ja, nou je kan zeggen, als je het heel, heel, heel simpel maakt, maar je kan zeggen, nou hoe staat Shell ervoor bij een hele hoge olieprijs, die lang hoog blijft, en hoe staat Shell ervoor als de olieprijs heel laag blijft? En als we dan in beide gevallen een strategie kunnen bedenken dat we. Natuurlijk, als de olieprijs helaas staat, gaat het slechter met Shell. Dat begrijpt iedereen. En omgekeerd. Maar als je in beide gevallen, dus beide scenario's, kan bedenken. dan doen we het beter als Exxon en BP. of we doen het beter dan uh, renewables, alternatieve energie. Ja? Dan, ja, dan zal de wereld zich wel anders ontwikkelen. Misschien gaat de olieprijs wel omhoog en omlaag. of weet ik wat. Hè? Dus uh, volatiel. Maar dan sta je er goed voor. Maar. Wat is natuurlijk heel vervelend. Als je één scenario hebt. dat je alleen maar goed draait. of beter draait met de concurrenten. In dat ene scenario. en dat andere scenario slechter. dan ben je dus kwetsbaar. Dus als je dat nu let. als je dat nu zou vertalen naar de internationale situatie van vandaag. Ja. dan moeten we ons misschien. Uh, dan zou ik zeggen. één logisch scenario is. dat de verhouding. en wat, wat de Russen doen nog heel lang doorgaat. Mm -hmm. ja, dus je, ja, dat kan je dan verder aankleden. Of dat er toch een, het andere scenario is, dat het niet al te lang duurt, maar dat je in een of andere manier een breakthrough vindt, om met de, de slecht Nederlands een doorbraak vindt vinden, om, hè, om dat, dat, dat die oorlog tot een einde komt mm -hmm. en dat Rusland waarschijnlijk stapsgewijs weer enigszins integreert dan in de wereldeconomie. Hmm. Ja. En, dat, dat, en, dat, en dan moet je... In feite zou mijn boodschap zijn... je moet je voor beide situaties voorbereiden. Je moet hmm. niet gaan hopen van... We, doen, we bereiden alleen die voor en niet die hmm. ander. Het ja. lijkt me de, moeilijk om, om, om Poetin zonder een vorm van gezichtsverlies... zover te krijgen dat hij uiteindelijk uh, de vrede herstelt. Ja, daar moet je dus ook na... Kijk, je, je weet niet... niemand weet hoe lang uh, president Poetin daar nog zit... Je weet ook niet hoe het Russische volk op den duur reageert. Maar uiteindelijk komen er altijd een soort onderhandelingen. En dan zal, zal je moeten geven en nemen, afhankelijk van de je positie van de partij. Maar je weet ook niet wie hem opvolgt. Hè? Dat is nee, altijd ja, weer het probleem. Nee, Want dan nee, zeggen nou, nee, oké, okay, dat... doe maar de volgende. En dat, dat kan ja, dan echt. Ja. 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 Oh, ik uh, wil even terug naar jou. Uh, wat ben je meer? Een CEO of een voorzitter? Een voorzitter van een raad van commissarissen. Laat ik het anders zeggen. Ben je meer CEO of ben je meer toezichthouder? Nou, nu ben ik meer toezichthouder. Ja, maar dat is nooit gedwongen. Maar als je, je feed... mocht kiezen, nou, je staat. Als op... je de, de feedback neemt, die, die, die lopen wel rode lijnen ook in die tijd door je eigen feedback heen. Dan is het iemand die, die vrij lang luistert. Uh, maar, en ook vrij lang zijn eigen mening niet geeft. Ja. Uh, maar dat doet hij bewust. Want vaak heeft hij wel heel duidelijk plaatje zelf waar hij naartoe moest. Ja. ja. En ook toen ik CEO was, heb ik dat staat ook in mijn boekje. Het is van A naar B. Ja, dus A is wat is er vandaag niet goed, en dan B waar moet het naartoe? En als je daar dan geen simpel plaatje van hebt, waar dat naartoe moet, en als je dat niet overtuigend kan brengen, ja, dan moet je volgens mij geen CEO kan worden. En dan het de derde element wat je nodig hebt is: oké, okay, als we dan naar B willen, wat moeten we dan morgen anders doen? Ja, het is niet een soort van, van verhaal over tien jaar en een commissie. Nee, wat zijn de concrete stappen die we morgen anders moeten zetten? Nou, ik behoor duidelijk tot de categorie leiders... die eigenlijk wel vrij duidelijk wil aangeven wat B is. Ja. Maar ook die next steps. Ja. Ja. Um, nou ben je, een paar weken geleden, berispt... vanwege de uh, kwestie rondom het salaris van, uh, van Ralf Hamers. Doet dat pijn? Natuurlijk doet er een berisping zit je enorm dwars, uh, omdat dat is gebeurd, terwijl ik zelf vind en vond... dat wij met een zeer verdedigbare logica hebben gewerkt. Ja, maar desondanks komen de, 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 mensen dan, en dat zijn, zijn mensen die daar natuurlijk diep hebben over nagedacht, die komen tot een andere conclusie. Ja. Dus dat de, de, de kwestie was voor diegenen die het zich niet kunnen herinneren: Ralf Hamers, die verdiende iets van 1,7 miljoen als CEO van ING. Die, die, kwam hij zelf met het voorstel om zijn salaris te verhogen? Nee. Of was het jouw idee? Ruud, ik kan het daar heel simpel over hebben. Ik ga daar verder niet op in. Okay. Uh, ik vind daar is genoeg over gezegd, genoeg over geschreven. Ja. Uh, ik vind het gewoon vervelend dat ik die berichting heb gehad, maar ik ga er verder niet meer op in. Het lijkt me bijna inevitable. Hè? Dat is ook slecht Nederlands natuurlijk. Maar ik vind dat zo lastig om uh, Nederland. Hebben <tok> toch even een klein inleidend gesprek? We hadden laatst hadden we een, een sessie in Amsterdam. Maar daar was Leo Apotheker een van de sprekers. En hè, dat is natuurlijk de CEO van SAP. En ik heb zelf in de, in de partneradviesraad van Microsoft gezeten. Dus met, met Gates en Balmer en later nog met Satya Nadella. En als jij als Europa hè, wilt concurreren met Amerika. Uh, dan zei Leo Apotheker, van ja, weet je, dat is eigenlijk een kansloze exercitie. Omdat ja, Europa is zo verdeeld. Er is geen centrale uh, uh, exchange eigenlijk. Hè, zoals de Nasdaq is in Amerika. Uh, en daar kan je niet tegen op concurreren. He, dat was zijn hele korte samenvatting van. Ja, weet je, waarom doet Amerika het altijd zoveel beter dan Europa? Nou ja, weet je, dat was zijn beeld. Hij, hij is ook als gast in, in Doorzetters binnenkort. Dus dat is super, super leuk. Maar het is wel zo. Dus hoe kan je nou uiteindelijk dan concurreren als Europese bedrijven.. en je het niet toelaat. vanwege ethische redenen. of nou ja, redenen even zelfverrijking. of nou, noem alles maar op. Om, om dat spel dan te spelen? Ja. Dus kijk, in de voetballerij. zie je natuurlijk. Uh, continu terugkomen. Ja, en in het zaken doen. blijft dat. Maar het is toch bijna niet anders te doen? Nou, ik vind het, je ziet het heel mooi in de hele AI-race uh, nu. Hè? Uh, zo ja. Jeffrey Hinton, die net weg is bij uh, Google. Google. Ja. Die vrienden daar uh, tussen de 40 en de 60 miljoen ja. per jaar. Ja, Die race die wordt gedomineerd door de Amerikanen. Ja. Maar wat mij, hè, dus even in, in dat. In dat uh, met Jan-Kees de Jager hadden wij. Uh, die is live gezet, dus dat hebben mensen ja. kunnen luisteren. Hussein zei het ook, die komt nog. Of die is ook live. Maar dus in Dubai of in de UAE. hebben ze inmiddels, of al ruim een jaar. een minister AI. Nou, dat laat toch wel zien. Dus even. Als je, ik denk, als je, ja, dat klinkt dan. als je AI in, in, in Den Haag hard roept. een aantal keren. dan is er nog. Zo, ja, wat, hoe, zo AI en wat gebeurt er dan? En daar is er al iemand. gewoon als minister. Dat is toch een onwaarschijnlijk groot verschil? Ja. Hoe kijk jij dan Jeroen, naar Jeroen, naar de hele ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie? Je bent nou, een ingenieur ook? Ja. Ah, het kan enorm helpen. Ja. Uh, dat, dat zie je ook in bedrijven. In betere analyses maken, maar ook uh, stukken administratief werk uh, overnemen. Uh, maar betere analyses die tot betere beslissingen leiden. Uh, wat dat betreft, je moet er helemaal niet bang voor zijn. Want het gaat niet opeens. Hè? Het gaat allemaal stapsgewijs. Maar het betekent wel, er dus zijn ook mensen ja, maar er raken heel veel mensen een, een baan kwijt. Ik denk dat er heel veel banen veranderen. Bijkomen, ja. Dus jij doet, je doet, je, je heet misschien nog wel Timmerman, maar je bent, dan wordt een ander soort Timmerman. Ja? Mm -hmm. um, dus je moet wel willen bijleren. Dat is één. Wat ook een hele interessante ontwikkeling is van chat uh, GBT. GBT ja. Uh, ik heb al een paar keer een vraag gesteld. Ja? Mm -hmm. Ik zeg, wat vind je van het milieubeleid van Shell? Dat is een hele aardige vraag. Ja, die dat is een vraag die hebben wij ook gesteld. even van jou ja. stellen. Zo. <laughs> dat was trouwens met ook een van mijn kinderen. Die, die zei, pa, wat wil je dan vragen? Wat, wat vind je van het milieubeleid van Shell? Van 200 woorden. En weet je, het verrassende is, er komt er een verhaal uit wat veel aardiger is dan wat in de Nederlandse kranten staat over ja. Shell dus, dus dat vind, vind is, je dus, dat de Nederlandse kranten Dus dat vind ik wel goed. Ja, maar heb je hem in Nederlands gesteld <laughs> of even de Amerikaanse Nee, maar dat maakt niet uit dat, ja, dat Ik land. had de data in Amerika ik heb ik het in veel Engels, veel gesteld. Nee, nee, maar ik ik ze gebruiken duidelijk. dezelfde data. Ja. Nee, maar dat ja. maakt niet uit. Maak nee. Volgens ja. mij ja. maakt dat niet uit. Maar, maar dat is goeier, vind, vind jij dat, dat er onterechte kritiek is op het milieubeleid van Shell in Nederland? Zijn wij Roomser dan de paus in Nederland? Nou, ik vind ik vind zelf wel dat dat er vaak toch je hebt natuurlijk heel veel soorten kranten in Nederland. Mm -hmm. Maar het, het lijkt wel dat, dat Shell een soort middelpunt is of een soort blikvanger. Ja. ja. Uh, om, om onaardig tegen te doen. Dan druk ik het mild uit. Ja. En ik denk dat je het ook anders kan zien. Ik denk dat de grote bedrijven, als je de, kijkt wat in de media. Maar dat is natuurlijk, de media vertalen toch wat veel mensen denken en voelen. De grote bedrijven hebben op dit moment weinig vrienden. En binnen de categorie grote bedrijven zit Shell nog in een uithoek. Ja. Hè, door, laat ik zeggen, ja, door alle CO2-uitstoot. En, ja. en dat wij dus ook in bepaalde landen in Afrika werken, waar hè, mensen dan een eigen opvatting over hebben, ondanks dat ze nooit in dat land zijn geweest. Maar, hè, dus dat is een hele lastige. Ja. En dat. dat ik denk, ja, ik zou het wel willen, maar ik denk niet dat dat snel voorbij is. Even ja. een vraag. Hè? De, uh, Lightyear is bekend, hè? denk ja. ik bij u, hè? De, de zonneauto. Zeker. Nou, daar, daar heb ik de laatste drie jaar ziel en zaligheid aan gegeven. Hè? Als investeerder, maar vooral ook als nou ja, uh, sparringpartner met, met de studenten die het gestart zijn. Uh, gesprekken rondom funding, hè? dus SAV, uh, Invest.NL, uh, nou, zelf. S euh, stel, u was CEO nog van, uh, van uh, Shell hè, en zoiets speelt in Nederland, zou u dan hebben gezegd van goh, ja, dit is toch een mega mooie mogelijkheid om het imago wat Shell heeft uh, een klein beetje op te poetsen en te zeggen, nou ja, dit vinden wij zo mooi. Hè, vanuit Nederland afkomstig, door studenten uh, hè, vijf keer uh, wereldwijd die races gewonnen, wat ook echt daadwerkelijk iets. Toevoegt hè, op de zon, kost geen geld, dat ding dat schijnt als je geluk hebt, en klaarblijkelijk steeds meer uh, om dat te omarmen. Zou dat iets zijn geweest, of, 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 of zie ik het totaal nou, verkeerd? Moet het, eigenlijk moet je dat dan volgens vragen. Maar als je ja, maar hoe moet... zou u daarna kijken? Nou, dat... de logica dat ik het naar zou kijken, ja? welk bedrijf dan ook, heb je hey, bepaalde. Slecht Nederlands. maar Het is capabilities, dus kundigheden, bekwaamheden. Ja. Ja. Waarom jij die ontwikkeling van die zonneauto beter zou kunnen doen dan andere partijen? En dus, dus het gaat niet alleen om geld erin stoppen, maar wat voeg jij extra toe? Zit er een bepaald know-how in jouw bedrijf? Maar ja, het IP hebben ze. Hè? Dus nou ja. dat hebben ze ontwikkeld en ja, daarmee maar, hebben ze gewonnen. IP. Kijk maar, wat patenten kosten dat is nooit veel. Tuurlijk. Dus dat, dus dat maar ze hele... hadden een voorsprong. Ja, maar dat is, dat is een heel klein beetje hoor, denk ik. Met alle respect. Mm. Um, <coughs> dat is nog iets heel anders dan een massa productie auto's maken. Nee, tuurlijk. Dus, wacht <coughs> even, ik neem even een slokje water. Dadelijk. Nee, nog ja. vier. Nee, maar als je het zou omarmen. Dat je zegt: nee, maar... oké, okay, Nederland <coughs> gaaf, we zijn trots en we pakken het op. Ja, dus in mijn denken. Als je daar zou zeggen, nou, wij kunnen een nieuw soort zonneauto ontwikkelen, ja. zou ik toch altijd liever aansluiten. Stel, Je kan beter zeggen, wat zou jij doen als CEO van Lightyear? Ja. ja? Nou, dan weet je uit ervaring, je hebt waarschijnlijk voor een nieuw ontwerp, of het nou Tesla of iets anders is, heb je waarschijnlijk een miljard nodig. Ja. Dan kan je over discussiëren of dat hè, wat meer is of wat minder. Ja. Maar je praat over grote zonnegeld. Ja. En dat is één. En ook als je dat geld bij elkaar kan krijgen, wil je eigenlijk het voor elkaar krijgen met, met mensen die jou iets kunnen bieden, zodat het zo snel mogelijk gaat. Ja. Dat kan zijn het bouwen van fabrieken, het kan zijn het hebben van afzetkanalen, verkoopapparaten, ja. of het liefst een combinatie daarbij. Van, ja. Nou, en als je dat zo analyseert: Shell heeft nooit auto's gebouwd, als ik het even heel simpel zeg. Dus, nee. dus dat is een onlogische combinatie. Ja. En je gaat niet iets voor je reputatie doen waar je niet goed in bent. Nee. Dat is namelijk vra dat is vraag om ellende. Zo, zo kijk ik ernaar. Ja. Denk ja. jij dat, dat de, de fossiele uh, energieindustrie... Uh, uiteindelijk een volledige switch naar elektrisch of kernfusie of waterstof gaat maken? Denk jij dat er echt een dag komt dat er geen fossiele brandstof meer wordt gebruikt? Ja, of bijna geen. Ik denk dat wat, wat ik zie en hoe ik daar tegenaan kijk... Ik denk dat de fossiele industrie... Daar heb je allerlei soorten hebt Mensen zitten in steenkolen, mensen zitten in voornamelijk olie of olie en gas. Maar als je groot, kijkt naar de grote multinationals... dan zie je dat eh, met name de Europese bedrijven... die gaan op behoorlijk tempo in die energietransitie in. Maar die bedrijven die zeggen... ja, wij, wij willen wel hele grote stappen maken... maar we zijn afhankelijk van vergunningen. Dus samenwerking met regeringen. We zijn ook afhankelijk van... Uh, hè? Of uh, consumenten in hun gedrag over willen. Uh, nee, denk maar, kijk, uh, ik heb net vandaag nog getankt. Vandaag, hè? En ik moest dus wachten. Jij rijdt niet elektrisch. Ja, maar wacht even. Nee, ik, ja, wel een beetje. Maar, maar je moet, dan moest je nog wachten bij de benzinepomp. Dus dat, dat betekent dat er ook nog vraag is. Dus die energietransitie is een combinatie tussen overheden en bedrijven. En consumentengedrag mm. en ook fabrieken die inkopen. Mm. Dus die, die grote bedrijven die willen wel, die zien daar ook kansen in. Maar wat de politiek denkt, dat we al zo hard op tafel slaan dat het over vijf jaar ongeveer gebeurd is. Mm. En daarbij zeggen die bedrijven: ja, dat kan helemaal niet zo snel. Dit mm -hmm. is een waanzinnig groot systeem in de wereld. Ja. Kost heel veel investeringen enzovoort. Maar als je nou, als ik jou dan vraag: noem eens een jaar waarin je denkt dat fossiele brandstof nauwelijks nog dominant is. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat 2050 is dat net. Ja, ze zijn ingewikkeld. De net bakken, dat acht je haalbaar? Ja, dan denk ik. Natuurlijk wordt er dan nog Ik denk dat er nog steeds bepaalde hoeveelheden olie worden gebruikt voor smeerolie. Dat ook nog olie wordt gebruikt voor plastic. Ja. Je kan ook bioplastics maken, maar er zijn nog zeker bepaalde toepassingen. Ik denk met name de luchtvaart, om die voor lange afstandsvluchten helemaal CO2 vrij te maken, zal lastig zijn. Maar je kan ook nog een weg in de compensaties gaan. Ja, er zijn nu vliegtuigen zijn in de maak. Dus bij MEVE in Delft. Qua conceptontwikkeling. Dat de korte vliegtuigritjes. Binnen Europa bijvoorbeeld. Drie tot vier uur. Gewoon elektrisch. Ja, dat kan je ook ja. met de trein. Hè? Maar, waters... maar het probleem is over de oceanen. En het, we hebben natuurlijk een enorme luxe. Je kan in één keer naar Singapore vliegen. Ja. Dat zal moeilijk gaan op batterijen. Ja. Ja. En... Als je kijkt naar waterstof. Waterstof bij personenauto's is min of meer wel mislukt, mogen we zeggen. Voor de wat zwaardere industrie, zie je daar een, gro zie jij een grote toekomst voor waterstof. Ja, ik kwam in 1997 terug uit Amerika. En daar zag ik de eerste schreden van waterstof, ook bij Vancouver in Canada. Uh -huh. Dus ik dacht, dit is wel iets voor Shell. Dus geen light ja. hier. Maar ik dacht, nou, waterstof weten we wel wat van. En dus ook een dragen en allemaal ja. dat soort dingen. Wij zijn daarmee begonnen toen bij Shell. Dat deden wij de waterstofdivisie. Nou, die was heel klein. Maar onder lang verhaal waren we veel te vroeg. Maar dat was helemaal, we hadden dus wel goede ideeën, maar er was helemaal geen vraag voor. Maar geloof je nog steeds in waterstof? Ja, ik denk dat waterstof... Het, wordt, het is niet dé oplossing. Het wordt één van de oplossingen waar je toch begint... Denk maar aan Tata Steel, dat dus zijn grote bedrijven... Mm. Uh, of andere punten waar veel waterstof wordt gebruikt. Denk mm. maar eens aan kunstmest. Mm -hmm. Om te denken dat heel Nederland opeens op waterstof rijdt, denk ik niet. Hmm. Nee, ik denk dat dan toch. Je zal ook waterstofauto's krijgen, ook bepaalde toepassingen. Hmm. Maar ik, ik denk dat het een en-en-verhaal wordt. Juist. Ik zou je willen vragen even de hoofdtelefoon op te zetten. Want we hebben namelijk een paar weken geleden. waren wij hmm. in Sharjah, in de buurt van Dubai. En daar waren wij bij het hoofd van het uh, innovatiecentrum van Sharjah. Mm -hmm. En daar kwamen wij. en Die opname die staat, uh, geloof ik, nu live. sinds een week ook yep. live. Bij um, hoe zijn Mohammed Al Malmoody? Hij is het hoofd van het innovatiecentrum daar. En hij, hij, hij zegt jou te kennen en hij had een vraag ook voor je. Dat gaan we nu What even naar Wat is zijn view on on sustainability? Yeah. Especially that uh, this year is going for us in the there to be a big year because we are hosting Cup 28. Yes. I would be interested to know his views. Yeah. Ja, wat is jouw, jouw uh, visie op, uh, op duurzaamheid? En uh, hoe belangrijk is die duurzaamheid voor de Emiraten, voor Dubai in het bijzonder? Ja, dus die... Ik antwoord in het Nederlands. Ja, je mag gewoon in het Nederlands. Mohammed die heeft dus, uh, nog bij Shell gewerkt. Ja. Dus die is goed opgevoed. <laughs> ja. Dus je kan het ook horen als een vraag. Ik, denk, ik vind ja. en het wel mooi. Het klokken zijn vraag ook een zekere trotsheid door dat ze de volgende kop uh, ja. uh, uh, gaan organiseren. Ik denk dat, dat het heel interessant is dat als je in het Midden-Oosten bent, zijn er eigenlijk heel veel mensen bezig, om, ook met hernieuwbare energie, en zonne-energie, en wind, en decarbonisation, en verbreding van een economie. En ik vind een aantal van deze landen, zeker ook in de Emiraten, dat is niet alleen praten, ze doen ook dingen. Hm. En niet alleen binnen hun land, maar ook als je kijkt naar hun investeringsgedrag. Als je dat dan vergelijkt met de, bijvoorbeeld bepaalde een een paar mensen waar we nu zitten hier in Nederland. Mm -hmm. die zien die, ja, mm. dat zijn die mensen in het Midden-Oosten. Ja. en die doen maar alsof. en het ja. is greenwashing. en ze willen gewoon nog, nog zoveel mogelijk olie verkopen en dat. Dus je ziet er eigenlijk tussen een discrepantie. wat ze in het Midden-Oosten aan het doen zijn. Ja. en zeker die leiders. ten opzichte van de beeldvorming die hier ja. heeft plaatsgevonden. Maar daar plaatsgevonden. kom je alleen maar achter als je daar bent. Hè? Ja. Dus ja, dus ik denk, mijn antwoord is tegen Mohammed, ik denk dat jullie goed bezig zijn. Maar je zal ook nog breder aan de wereld moeten uitleggen dat jullie goed bezig zijn. Want de beeldvorming in het buitenland, en dan kan je zeggen, jij ja, kan je de schuld geven aan het buitenland, maar je moet zelf ook meehelpen om die beeldvorming in het buitenland, in Kazu, West-Europa, veranderd te krijgen. Ja. Maar goed, er komen steeds meer hè, grote events vanuit die, die, die ja. kant. Natuurlijk, waardoor, hè, wat je precies zei, kijk, er is natuurlijk een heel mooi filmpje gemaakt van 40 jaar uh, Dubai. Hè. Dat is gefilmd op 30 jaar. Ter 40 jaar Dan kan je zien wat er is gebouwd en hoe snel ja. dat gaat. Ja. Van een vissersdorp naar een, een nee, mega. Dat stof. is ongelooflijk. Maar toch even een vraag die ik de hele tijd ook in mijn hoofd heb. Hè. Als je dan de gaswinning van Nederland ziet hè, en je zet dat tegenover wat ze in Noorwegen hebben gedaan. Hebben wij dan als Nederland. Een enorme kans laten liggen. Uh, zo, zo, ja, of, of, of niet? Of hebben we dat goed gedaan? Uh, dat vind ik, vind ik een hele goede vraag. Want ik heb ook wel eens, kijk, die Nooren die hebben dus van een grote gasopbrengst. Maar het zijn natuurlijk veel minder Nooren dan Nederlanders. Daar ja. begint het al mee. En het was al geen arm land. En ze hadden ook al hydro-energie voor mm hun -hmm. land. Dus die, uh, die Nooren hebben dat geld in een heel groot fonds gestopt. En dat fonds rendeert zo goed dat eigenlijk iedere Noor. Nu, Miljonair. Nu, ja, 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 dat koop Dat fonds zit zo ongeveer ja. in, de, in de volledige top ja. duizend... van bedrijven in de wereld die beursgenoteerd ja. dus zijn. Ja. Dus, ja. dus, en, dus, en ben jij daar niet commissaris? Of vergissen we <laughs> Nee, ik zat bij Ecuador. Dat was okay. de producent. Ja, dus ja, na, na mijn ja. shell tijd. Maar, maar ik, daar had ik niks met dat fonds te maken. In Nederland was de startpositie. Moet je wel, toen Groningen begon. Hadden we hier nog kabinetten dan uil. Mm -hmm. De, de mijnen gingen dicht in Limburg. Mm -hmm. Dat was heel veel werkgelegenheid en ook aanpalende werkgelegenheid. Uh, wij waren eigenlijk van een naoorlogsland, wat toch helemaal niet zo geïndustrialiseerd was, waar we die hele industrie aan het opbouwen. Dus er was een enorme geldbehoefte om onze hè, economie vooruit te helpen. Mm -hmm. En ik denk op dat moment. Als je met de wijsheid van toen kijkt, was het best logisch om dat geld daarvoor te verbruiken. Misschien hadden we later wat meer. Dat was ook het idee om dat in speciale fondsen te stoppen. Mm -hmm. Veel kleiner dan in Noorwegen. Dat was het, geloof ik, het investeringsfonds, of weet ik wat. Dus die naam ja. van jaren Nederland. Ja, die, die, die zijn wel relatief makkelijk uitgegeven. Op een gegeven moment waren er ook allerlei lopende uitgaven... heette opeens ook investeringen. Dus mm. maar goed, dat is allemaal wijsheid achteraf. Mm. Ja, nou. oké. Okay. Jeroen, uh, hoe ziet je toekomst eruit? Want uh, toezichthoudende functies... maar je komt op een gegeven moment bij een leeftijdsgrens... dan mag je geen commissaris meer zijn bij beursgenoteerde bedrijven. Nou, de... dat, is tegenwoordig, dat heet tegenwoordig leeftijdsdiscriminatie. Dus Juist. dat is anders opgelost... Je mag maar zoveel termijnen. En dan op een gegeven moment zijn die termijnen om. En dan moet je er dus mee ja. ophouden. Um, tot mijn verbazing... Uh, ik doe nog het... Uh, President commissariaat bij er komt, Tot mijn verbazing ben ik ook nog voor één nieuw bedrijf. Maar trouwens ook Belang in het Midden-Oosten. Ik kan de naam nog niet noemen. Oeh. Daar treed ik op mijn leeftijd nog aan als commissaris. Maar er zijn ook een heel stel kleinere bedrijven. Geen start-ups, maar scale-ups. Die ik op dit moment help. Ja, oh. Ja, daar heb ik eigenlijk een rem op gezet. Want anders uh, kom ik te ver boven de 40 uur per week. Ja. Dus, uh, ja. Maar ik doe dat met plezier. Maar je zit, al, je zit nog steeds boven die 40 uur per ja. week. Of, of niet? Ja. 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 Uh, dankjewel voor, voor dit eerste gedeelte. Uh, we hebben nog wat andere vaste rubrieken... waar we je graag uh, over mee uh, horen praten. En de eerste daarvan is... Geschift of geniaal. Geschift of geniaal. Michael Rapino, topman van Live Nation... verdiende in 2022 139 miljoen dollar... Terwijl het bedrijf kritiek kreeg vanwege hoge ticketprijzen en operationele problemen. Uh, onder andere omdat uh, alle systemen van Ticketmaster crashten in november tijdens de verkoop van tickets voor de tour van Taylor Swift. Inmiddels maatregelen aangekondigd om wat aan die hoge prijzen uh, te doen. Maar Rupino verdiende 21 miljoen aan salaris en bonus, ontving 116. 0,7 miljoen aan aandelen, Richard Ros. Wat vinden we daarvan? Ja, nou ja, ik, ik vind er ook altijd wat van, van dit soort gek of geniaal statements. Maar als jij bijvoorbeeld naar Adele wil gaan in Las Vegas, treedt zij op. Heel veel van die gasten gaan uiteindelijk daar een jaartje performen. En toen kwam iemand naar me toe die zei: Van ik heb in Las Vegas gewoond en ik denk, nou, dan ga ik er ook een keertje heen. En zei: Wat, wat denk jij uh, als jij front row wil zitten daar uh, en uh, Adele wil uh, beluisteren en bezien? Wat, wat, wat betaal je dan? Enig idee? Dus je gewoon front row gewoon even: en dat is natuurlijk 250 dollar? <laughs> nee, ik heb geen idee. Nou, het was, het was echt 100.000. Ja, ik, zon, ik, ik, ik begreep het niet helemaal. Nee. Maar het was eens, nou, Hetzelfde dat Obama hier in de ziggo Dome was. Hè? Ja. Dus daar gaan we natuurlijk serieuze. Ik vind het allemaal een beetje. Ja, nou ja, ik vind het. Uh, de, 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 dan wordt het allemaal zo. Niet alleen elitair, hè, maar ik vind. Kijk, zo'n Taylor Swift wat die heeft gedaan. Die heeft gezegd, oh, Maar ik stop ermee, want ik doe het helemaal niet meer. Kijk, die zwarte markt. Ik probeer al. Ik denk vijf jaar bij Ronald Goedegemond te komen. En mijn vrouw is groot, groot fan van Ronald Goedegemond. Als jij niet en laten we zeggen, onderdeel bent van een lidmaatschap van iets ja. wat. Uh, dan is het. Ja, of je, zelfs met 1500 euro bijvoorbeeld. Ja. kom je er niet. Nee. Je kan helemaal geen ticket kopen. Nee. Geldt ook voor Bruce Springsteen trouwens. Ja. Daar gaan we dan heen. 27 ja, ja. mei kijk, kijk, gaan wij nou, Super, kijk, echt. Maar ja. uiteindelijk wordt het natuurlijk een oh, beetje te gek, ja. toch? Ja. Dan is het toch niet meer leuk? Het is, het is, ja. uh, is alweer ja. top. Ja. Wij gaan naar. De ondernemer van de week. De ondernemer van de week, Jeffrey Hinton, de Godfather of AI. Ja. We hebben zijn naam eerder in deze aflevering al genoemd. verlaat. Google oh, waarschuwt ja. voor het gevaar van kunstmatige intelligentie. Ja. Een halve. Ja, je, je, Hinton is echt wel zo'n beetje de Einstein van de AI. Zeker, want dat is He? natuurlijk in de zeventig. Zeker. Ja. En die maakt zich nu ernstige zorgen dat uh, AI dus ook ernstige schade aan gaat uh, richten. Ben jij bang ook voor de? Ja, voor wat kunstmatige intelligentie uiteindelijk gaat worden, Jeroen. Nee. Dus niet van de emotie. Hier, nee. Van AI. nee, ik zie het. De, je moet ermee leren omgaan. Uh, dat moesten we ook met de treinen door het landschap. En de koeien zouden doodgaan en allemaal dat soort dingen. Uh, dus de, ik zie AI als een hulpmiddel. Het zal wel ergens doorschieten. Maar ik denk dat het menselijke brein en samenwerking dan weer... Uh, goed genoeg is om het weer in de tank te krijgen. Je bent een optimiste, nog immer. Ja. Nou, ja. Ja, vind ik wel mooi. Even dat als je, ja. De blunder van de week. Ja, ik stam gewoon door. Die nee, zo het, joh. De leader, wow. naar leader, We de gaan er gewoon hup door doorheen. De blunder van de week. Beleggers klagen Adidas aan vanwege de verbroken samenwerking... met rapper en ontwerper Kanye West. Ja. Want uh, ja, die aandeelhouders beweren... Dat Adidas op de hoogte was van het problematische gedrag van de man, daar niet naar handelde. Nee. Hij ontwierp het merk GC. Ik geloof JC, denk ja. ik. Hè. Sinds uh, 2015 sportkleding en sneakers die erg succesvol waren voor Adidas. En na ja. racistische, antisemitische uitlatingen van de man beëindigde Adidas de samenwerking met als gevolg afschrijvingen uh, van honderden miljoenen uh, omzetverlies en een flink lager dividend. Dat zijn de grote de problemen de met sponsorcontracten. Misschien kan je, je nog herinneren dat Tiger Woods met Nike. En uh, dat Tiger Woods natuurlijk van alles deed wat niet helemaal uh, uh, gewenst was. En dan heb je echt grote problemen ja. als zo'n wereldwijd uh, merk. Want ja, je hebt daar uh, je hele marketingstrategie omheen gebouwd. Ja. Uh, je ziet, ik, ik draag geregeld uh, Adidas. Maar goed, ja, ik, ik vind, ja, kijk, als je een keuze maakt... Uh, kijk, loyaliteit is ook wel fijn om, om af te kunnen geven. Maar die gasten die worden vaak groter dan het merk zelf. Mm. Ja, en daar heb je natuurlijk een probleem. In een van onze eerste afleveringen hadden wij Chirandi Martina. Ja, Zeker, die heeft inmiddels volgens mij een sponsorcontract met een tandpasta. Dat wil ik zeggen. En, en Die dat hebben is, wij daar toch aan geholpen. Die hebben wij via deze uitzending toch aan. En, en die doet niet de Als je ding ooit en, een sponsorcontract nodig hebt, Jeroen, dan, uh, dan, dan helpen ja. we je graag. Even een commissariat erbij. De deal. Van de deal de week. van de week, Jeroen. Uh, JP Morgan Chase neemt alle assets van de First uh, Republic Bank uh, over. De vraag, ik, als ik dan zo over zo'n deal lees, dan denk ik: zouden ze dat nou van harte doen? Of zou daar uh, wat dringende instructie vanuit de SEC voor nodig zijn geweest? Om te zorgen dat dat uh, gebeurt in de Verenigde Staten? Ik denk dat zij groot genoeg zijn om het aan te kunnen. Mm -hmm. Er zit natuurlijk altijd een zeker risico in om zo'n overname te doen. Je, je, je kan geen due diligence doen. Er is tijdelijk toch iets fout gegaan. En dat. Maar als je dan zelf een vrij kleine bank bent, ja, dan trek je gewoon ja. misschien jezelf onderuit. Maar JP Morgan is zo oh ja. groot, die kunnen dus dat risico aan. Maar als daar nou ja. iets misgaat bij JP Morgan, wie kan JP Morgan dan straks nog redden? Ja, maar ik denk, nou, alleen de Amerikaanse overheid. Maar het is natuurlijk toch heel interessant, uh, want de grote Amerikaanse banken staan eigenlijk onder enorm strak toezicht. Dat zijn dus de JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America... Uh, City, nou, dan heb je ze al bijna gehad. En terwijl die, die regionale banken, daar was eigenlijk helemaal niet zoveel toezicht op. Nee, maar ondertussen dus, dat dus een de, beetje... de, de echt grote systeembanken, die zijn ook zeer goed gecapitaliseerd mm. en er zit veel controle in. Dus ik vind dit wel een uh, goede oplossing eigenlijk. Mm. En ik maak me dan nou niet direct zorgen dat JP Morgan omvalt. Nee, nee. dat... Uh, Jij ook, ook niet als dat gebeurt, toch? maak je ook geen dan, zorgen dan, over, toch? Dan, nee, nee, nee. Maar, 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 maar dan, dan, ik maak me sowieso. Dan, dan maken wij er niet alleen zorgen, want er zit de hele financiële wereld. Hè. Waar ik me wel zorgen om maak, soms. Dat vind ik misschien nog wel een fijne vraag om te stellen. Als je op Union Square loopt in Amerika, heb je daar de deficit meter. Hè? Ja. Dus die zie je dan oplopen met ja. miljarden per seconde. En uh, want die vraag heb ik nog niet gesteld. Hoe kijkt u aan tegen blockchain en 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 crypto in zijn algemeenheid? Ja. Als Ah, moet het nog maar eens blijken als de, de rente structureel hoger is? <coughs> Sorry, je zit als ja, een schorretje in We hebben een watertje voor je neergezet. Ja. ja. Dat is een mooi woord, een schorretje. Ja. ja. Pak ik even mee. Ja. Woord van de dag. <coughs> woord van de dag, ja. Schorretje. Nou, het ja. schorretje is weg. Oh, die is weg. Jammer. Die. Uh... Hoe crypt kijk, een crypto is geen handig betaalmiddel. Bovendien, het fluctueert nogal sterk in prijzen. Dat is eigenlijk meer dan het, gewoon de euro enzovoort. Dus, en als er, ja, hoe gaat het nou met hoge rentes? Ja, er zijn ook weer constructies mogelijk dat je rentes op je crypto's enzovoort mm. krijgt. Maar mm. dat is één. Het tweede is, ik vind het niet echt prettig als een crypto-wijd wordt gebruikt door heel veel mensen die eigenlijk niet begrijpen wat de risico's van het systeem zijn. Mm -hmm. Dan heb ik liever dat ze een euro of een dollar gebruiken. Ja. Maar voor een de, dollar aan de andere kant, als jij in een heel gammel land ergens in de wereld. Dat dan je leert, en waar je helemaal geen vertrouwen hebt in je, je eigen lokale valuta. Ja, maar wat kan je dan? Kan je aan dollars komen? Kan je aan euro's komen? Mag dat? En kan je aan of heb je het internet? Komen? Je, dus ja. die mensen hebben een ander perspectief. Ja. ja. Dus ik kan ook wel andere aspecten zien. Hm. Ik kan er wel zeggen tegen de laatste ik ga er zelf niet in zitten. Okay. Nee. Ja, in Argentinië, nu een inflatie van 104%. <coughs> ja. Krijg je nou ook een schorretje? Ja, ik heb ook een nee. schortje. Nee. Nou, jongens, ik, 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 ik denk dat ik ook maar even ja, dat een keur ga doen. Ja. Maar even, uh, die, kijk, die schuldenmeter, dan toch even kort. Hè. Dus in, in niemand die begrijpt dat. Kijk, ik heb jaren in Amerika gewoond en uh, van, van, vanaf mijn vijftiende daar high school gedaan, toen een aantal keren teruggegaan. Maar die leven gewoon op de pof. Dus ik had op een gegeven moment ook 15 creditcards van allerlei instanties. En de vraag is, hoe lang kan dat goed blijven gaan? Want als dat maar door blijft gaan, is er niks aan de hand. Maar dan is toch de waarde van, van, van geld best een lastig begrip. Ja, kijk, wij zaten in Europa heel lang dat we vonden dat er 60% staatsschuld mocht komen. Maar dan zaten de Italianen boven de 100. Uh, de Japanners zitten ook al heel lang heel hoog, ja. de Amerikanen ook. Ja. En zeker in de tijden dat die rentestanden niet zo hoog waren, maakten toch heel veel macro-economen zich daar helemaal niet zo, zo nee. grote zorgen over. Het punt is wel, als die schulden heel groot worden mm -hmm. en de rentestanden worden heel hoog, dan kan je natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje een technische opmerking, maar bouw je dan een instabiel systeem? Ja. Aan de andere kant het systeem begint zich dan wel snel te straffen. Uh, want, nou, je ziet die banken omvallen toch? Ja, maar dat, ja. dat is het. Ja, nou, de over, overheid kan natuurlijk altijd bijdrukken. Maar vooralsnog is er natuurlijk heel veel in de wereld, is er grosso modo nog heel veel vertrouwen in de dollar. Hm. Ja, nog één kleine tussenvraag, sorry. Want uh, de, toen COVID was, weet je, toen had je op een gegeven moment de shellprijs van 10 uh, euro of 10 dollar. Hè? Was er toen, uh, toen, bleek er enige, gewoon sowieso was de paniek in de wereld, want niemand wist wat COVID ging doen uiteindelijk? Hè? Was er nog wel een wereld en hoe zag die er dan uit? De Shell-koers heb je dan, de Shell-koers, ja, ik ja, heb ja. Bedacht. Niet, nee. niet de pomp aan de, aan de, aan de, aan de niet de prijs. Van nee, de pomp. nee, dat ja. is allemaal, uh, al, nee, maar goed. De naam is nog heel goed, dat, he, dividenden die werden niet uitgekeerd, en dat was nog nooit gebeurd in de historie van Shell. He, dat was toch echt een dingetje, ja, ja dat was maart 20, ja. ja. Dan, dan, dan had u dan niet graag, laten we zeggen, wel aan het roer gestaan even in zo'n periode? Ja, de realiteit is was, dat ik op dat moment niet aan het roer stond. Nee. nee, maar had u dat graag nou, gewild over het algemeen vind ik, als de problemen lastig worden, vind ik daar wel een uitdaging ja, in te zitten. Wat ja. ik me indenk, ja. Want ja. Als hij, nu sta je aan de zijlijn en denk ik, nou, kijk, hoe gaan ze daarop reageren? Ja. Maar dat leek ja, me wel een aparte. Maar ja, aan type. de andere kant. Ik, heb, ik had zelf al eerder meegemaakt. dat de olieprijs een paar keer onder de 10 dollar was. Ja. Ik heb natuurlijk een heel stuk van de financiële crisis Ook meegemaakt. Mee mee dus ja, Oké, okay. heb... genoeg crisis erbij. Ja, even mooi. Ja. 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 Ries, wat is je tip van de week? Nou, ik denk, uh, ik heb meneer Van der Veer hier. Dus ik neem een boek mee. Of in ieder geval iemand die die waarschijnlijk kent. Hè. Dus dat ja, is Wijfels. De beste president die we nooit hebben gehad, eigenlijk. Uh, Jij ja, hebt, hebt het boek, het boek wat je ja, het laat boek, zien. Ik zal dat even is, laten zien. Ja, de, ja. de opdracht of de vele gezichten van Herman Wijfels. Ja, en ik, 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 hij intrigeerde mij eigenlijk altijd wel. En uh, toen ben ik dit gaan lezen. En het leest er toch een beetje. Nou, het is niet als een roman natuurlijk, want het is wel een serieuze kost. Maar ik, ik vind het wel prettig leesbaar. En kijk, uh, ook daar geldt vaak hè, van. Ja, als je dan in de heat of the moment. en je hebt de, de, de mogelijkheid om echt op dat hele wereldwijde toneel hè, uh, mee te kunnen doen. wat hij uiteindelijk niet heeft gedaan. Hè. Dat, dat, nou, dat komt door het hele boek wel een beetje uh, terug. Uh, vond ik wel uh, interessant. Om, Herman Wijfels. Uh, ja. Een boek over Herman Wijfels, ja. jouw tip van de no, week. Dat is jouw tip dan? dan gaan we gaan hem ook in de, in de show notes zetten. Ja, mijn tip, dat klinkt misschien een beetje raar. Ik noem het, uh, uh, ik heb een, een shituurtje. Dat betekent niet dat ik een uur op het toilet zit. Dat hoop ik <laughs> niet. Maar <laughs> ik, heb, ik heb al heel veel jaren de goede gewoonte om de meest vervelende dingen die ik moet doen. Ja. En dat kan met mijn gezondheid te maken hebben. Dat kan een zakelijke, moeizaam, een conflict zijn of wat dan ook. Ik heb, reserveer één uur van de dag voor vervelende dingen. Maar je hebt tussen, toch niet iedere dag tussen één 9 uur, uur alleen. Nee, 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 nee. nee, nee. Het gaat er ook om dingen goed? Nou, gaan heel veel goed. Het meeste, ik ben 23 uur van de dag bezig met dingen die heel Nee, goed dat snap ik. Maar stel nou dat je. Nee, dan, dat... maar ik heb een discipline in ja. het. Het is niet altijd het geval. Maar je hebt nee. wel eens zo'n situatie, privé of zakelijk, die gewoon vervelend is. Ja. En dan kan je daar de hele dag aan lopen te denken ja. en mee bezig zijn. Ik kan ook zeggen, ik kader compartimenteer dan. Ik, ik kader dat af. Ik doe één uur tussen negen en tien. Doe ik de ellende. De shit. Ik ben zo blij dat ik ja, jou altijd vraag. na tien bel. Dus mijn tip, mijn tip, nou ja. Mijn tip is: als je dat soort dingen hebt, compartimenteer het, kader het af. Eén uur besteed je per dag aan vervelende zaken en de rest van de dag nou, doe je weer leuke dingen. Jeroen, wat is jouw tip van de week? Ja, ik zat te denken aan. Kijk, heel veel zitten hier natuurlijk ook bedrijfsmensen, maar kan ook bij de overheid. Maar er komt iemand op bezoek, dat kan je baas zijn of iemand die belangstelling En wat vragen al die mensen, hoe gaat het hier? Hè? Het Engels, what's going on? Ja. En in, in feite is dat een hele slechte vraag. Want als je vraagt hoe gaat het hier, zullen de meeste mensen, zeker als het een baas is, die zeggen dan liever: Nou, het gaat goed hè, of het gaat oké. Okay. Die zullen niet direct zeggen wat er allemaal fout gaat. Nee. Dus je krijgt eigenlijk. En dan gaat dus die, die, die baas of die persoon die gaat weg en die denkt: Nou, het gaat wel goed. Maar als die baas dan was daar gekomen en die had gevraagd: Wat gaat hier niet goed? Of hoe gaat het hier niet? He? Dan is dat heel. Dus, wat is not going on? Dan moet degene die het antwoord. Die moet, moet denken, sowieso ja, gaan nadenken. Ja, ja. Je moet nadenken. En dan, <laughs> denkt, ja, dan moet je eigenlijk denken: wat had er moet gebeuren? En wat gebeurt er dan niet? En dan heb je kans dat er een veel eerlijker antwoord komt. Ja. Ja. En dan kan die baas ook vragen: oké, okay, dat gaat dus hier niet, of dat gaat niet goed. En dan kan hij zeggen: kan ik er iets aan doen? Of kan ik je ja. helpen? Hm. Dus dan krijg je een heel ander gesprek. Dus voor mij is dat een heel belangrijk voorbeeld. Wat je dus. Heel veel mensen denken nooit na over de eerste vraag die ze ergens stellen als ze komen. Ja. Maar daar kan je door die eerste vraag misschien wat ongebruikelijk te stellen. Kan je een hele andere toon uh, van het komende debat. Ja. Of het komende leermoment. Of het komende helpmoment stellen. Dus mijn tip van de week is. Denk heel goed na wat je eerste vraag ja. is als je ergens komt. Okay, in dat kader, is. heb jij ooit Jack Welch ontmoet? De ja. oud-topman van C ja. CEO van GE. Nou, Die heb ik, die heb ik ook vele malen ontmoet. Een en grote voorrecht had drie jaar met hem te mogen werken. En Jack die zei altijd als laatste vraag als je bij hem was... kan ik nog iets voor je doen? Hmm. Want he, bij GE werkte toen ik daar werkte zo'n 240, 270.000 mensen. Ja. En hij zei altijd, ergens in deze bureaucratie loop jij vast... En ik trek dat wel even voor je los. Dus Oeh. wat kan ik nog voor jou doen als laatste vraag in, ja. een, in een ontmoeting met Wels? Want toch even, Jack Wells was een keer gastspreker bij Microsoft. Ja. En uh, <laughs> dat zijn grote events, 30, 40.000 man. En toen moest hij zich afmelden, want hij had last van zijn rug. Maar dat kwam. Uh, hij had. Uh, <laughs> Jack Wells is natuurlijk ook wat ouder. Ja hij had niet met zijn eigen vrouw, maar hij had een vriendin van. Hij is vijf keer getrouwd geweest. hij was de Vijf keer getrouwd geweest Goed, dat lijkt me een mooi moment om dit. aangename programma af te ronden. Dankjewel, Richard. Dankjewel Jeroen, voor je komst, je openhartigheid en de wijze lessen die je ons mee hebt gegeven. En tot een volgende keer. Kan ik nog iets voor je doen? mooie, mooie vraag. Ja. Ja, we hebben ja, nog wat andere vragen. Over. Ja, zo is het. Ja. Uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken, het luisteren. Like ons. Naar nou, alles wat erbij hoort. Subscribe. En uh, tot een volgende keer. Dag. Deze podcast wordt je aangeboden door BondEx. De oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Vond je dit een leuke podcast? Laat ons weten wat je ervan vindt. Like, subscribe of stuur een berichtje via onze socials. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Doorzetters. Want opgeven is geen optie.